Goedemorgen allemaal. Weet je, heel veel mensen vragen aan mij: hoe maak ik nou een boterham met kaas? En nou ja, daar wil ik best antwoord op geven. Daar doe ik niet moeilijk over. Dus. Daar gaan we. Het is handig als je kaas in huis hebt. Maakt in principe niet uit wat voor kaas. Dus, en dan pak je een boterham. Of twee. En de kaas. En de kaasschaaf. Als je geen plakjes hebt gehaald. Als je plakjes hebt gehaald, dan hoef je de kaasschaaf niet te pakken. Dan kan je gewoon een boterham pakken en een plakje kaas erop leggen. En dan is het in principe oké. Okay. Tenzij je natuurlijk mosterd erbij wil, of mayonaise, komkommertje erop. Maar goed, ik heb geen plakjes kaas. Dus. En dan pak je de kaasschaaf en dan ga je aan de slag. Dan ga je schaven, zoals ze dat zo mooi noemen. In Spanje. Dus dan ben je lekker aan het schaven en zo. En dan ben je klaar.